Toen ik klein was, werd mij vaak de mond gesnoerd. Doodgewoon in mijn familie. Sophia, wees maar gewoon stil en luister. Dit stille, onderdanige gedrag heeft mij veel problemen opgeleverd. Ik was onzeker, het was heel intimiderend het leven. En ik voelde me zat gewoon nooit lekker in mijn vel. En ik had boos kunnen worden om deze omstandigheden. Geloof me, dat was ik. Ik voelde me ongezien, verontwaardigd. Ik voelde me, angstig. Toen leerde ik de kracht van zelfverantwoordelijkheid kennen. Zelfverantwoordelijkheid, maar het was helemaal niet mijn schuld dat dit mij overkwam. Ja, maar ik liet het wel gebeuren. Want ondanks dat andere mensen mij dit hebben aangedaan, ben ik uiteindelijk verantwoordelijkheid voor mijn geluk. Ik was te onzeker om zelfrespect te tonen wanneer dat echt nodig was. Ik had en ik heb de tuig in mijn handen en die realisatie zette mij vrij. Nou kun je misschien denken dat dit voorbeeld erg extreem is, maar kijk maar om je heen. Voel je je verontwaardigd? Brand maar los op Twitter. Voel je angstig? Sluit maar aan bij soortgelijken. Voel je ongezien? Het is vast wel de schuld van de corrupte overheid. Die laat je dingen wijsmaken. Wij leven in een samenleving waarin het vingertje wijzen erg populair is. Kijk maar naar alle soorten polarisatie die we hebben meegemaakt. Brexit, mediaoorlogen rondom woke, echte oorlogen rondom de wereld, economische crisissen, etc. Met deze speech wil ik een oproep doen op de samenleving, op jou. Laat je niet slachtoffer maken door wat er om je heen gebeurt. Ik roep je op om de volgende keer dat jou iets overkomt, je niet het vingertje wijst naar iemand anders, maar jezelf afvraagt, wat is mijn rol hierin? De schuld leggen op iemand anders gaat het probleem niet oplossen. Alleen eigen initiatief zal dat doen. Ik heb mijn hoop gevonden. En ik geloof dat met zelfverantwoordelijkheid hetzelfde kan doen voor de samenleving. Voor betere cohesie. Dank u wel.